Zo, goedemorgen beste mensen. Kijk eens hoe ik eruit zie. En Maarten is ook weer helemaal blij. Timmetje helemaal blij. We hebben prima geslapen. Het heeft vanochtend alleen maar geregend. Nou, met de takjes en alles bleef me redelijk droog. Nou ben ik mijn regenbroek vergeten, dus ik heb even tarp om me heen gehangen. En nu zijn we weer aan het wandelen. We hebben trek, dorst. Dus we gaan even naar een plek waar we even het gasbrandertje aan kunnen zetten uit de wind. We lagen natuurlijk pal in de wind. De wind was gedraaid. Maar super vet, hé. Lekker geslapen wel. Ik lag wel op een steen ergens. Maar ja, mooi had. Dus we gaan weer verder. Aan de wandel. Ja, ik zie het alweer gebeuren hoor. Er liggen amers gewoon in het water straks. Wij zijn echte survivors. Wij gaan door het water heen, jongens. Hoppatee, deze brug hebben we natuurlijk niet nodig. Ik zie eruit, hé, hallo. Maar ja, hé. Hey. Je raast is veel dieper, hè? Oké, komt ie. Yes, stop man. Thanks. Voorzichtig, neem je tijd. Ik pak mooi de brug daar zo. Ja, ik ga natuurlijk voor mijn middel. Hey! Yes! We did it! Nou, ik heb wel een beetje een natte sok. Ik hoop jullie ook. Ja. Mooi. En het regent weer. Eigenlijk nog steeds. Maar daar gaan we even ontbijten. Dan kunnen we uit de wind zitten. Even later schuurtje. Dus we zijn er bijna.
Kijk eens, lachen dit. Dit is goud. We kunnen even lekker droog zitten. Uit de wind. Even wisselen. Een hele pannenkoekje. Doe ik even blazen een paar keer. Nu een puntje aan. Lekker dun. Er komen best wel pannenkoeken uit de dingen. Zo. Thuis kunnen we een IW huren. Ja. Maar niet meer even dus pincet. Ja. Die is warm, of niet? Lekker bakkie koffie. Hier staat. Zo, we zijn weer aan de wandel. Omhoog. Niet mijn favoriete ding. Tegenwind. Maar ja, we gaan nog steeds lekker. We zijn nu 48 uur hier, denk ik. Wij 48, 24. Van de 72. Dus let's go. En daar, aan de overkant. Daar ergens, denk ik, hebben we ons kamp opgeslagen. Gisteren. Zoals je ziet, ik loop er iets achter, dus ik ga even bijstappen. Hey, Skape! Nou, dit is wel bijzonder. We lopen gewoon iemand zijn terrein. Nou, we moeten wel. Nou, niet weg zonder mijn hulp. Nou, wat moet je weer doen? Ja, dat is wel baas hoor. Gooit hem ook gewoon echt om mijn rug, hè? Ook maar aan het feit. Top man, thanks. Pauzetje gehad. Ja. Rechtstreeks of langs de band? Laat die dingen. Dank u.
zijn mijn haren niet voor? Nee. Oké. Okay. Nog water drinken, mensen. Nog goed hoor, zo. Ik ga nu kapot. Ja, lekker aan, kom. Oké, ja, camera aan, let's go. Mooi dingen! Niet. Ja, die zijn alweer helemaal verregend. Ruikt het nou nog lekker of niet? Nee. Ah, het is wel echt een mooi veld met het blauw hoor. Ja. Weet je wat? Als je gewoon af en toe even stilstaat. Ja. Het groen, het blauw. Pim, kijk eens. Wacht even. Ik zou het wel mensen, ik blijf filmen, want deze boys hier voor me die gaan alleen maar onderuit. Oh, niks aan de hand, er staan nog. We zijn bijna beneden. Zo, even droog zitten hoor, hier een afdakje. En een lekker bakje thee gehaald, kop koffie. Bij het Nationaal Visitor Center Peak District. En nou, dit is nou echt kamperen hoor, jongens. Echt wat kamperen. Wat hebben we daar? Ik ben ineens heel erg blij weer. Het is zwaar. Ik zit er even doorheen, mensen. Maar ik denk nou deze hold ook niet meer. Dus die ga ik even rauw opeten. Ik zie mezelf nu een keer in de spiegel. Ja, we zien er niet uit. Maar ja, met dit weer hebben we dat wel nodig. Dus. En hier hebben we even een lekker warm kraantje. Even lekker de handjes opwarmen. Het probleem is, mijn handen zijn zo koud. Oh, laat ik mijn handen ineens onder krijgen. We branden gelijk, joh. Maar lekker. Oep. Zo. Flinke dam. Hey, mooi ding hè? Vet man. Ja, dit is vet. We zijn zeikersnat, maar het is echt vet. Wel een lekker bakje koffie.
Oh, oh, die lekker bakken. Hey, met z'n allen, dames en heren. Hey. Zo, echt wel sick dammetje hoor. Oh, we kunnen hier omhoog, kijk, ideaal. Ja, 1916. 1916 mensen, holy macaroni. Oh, moet je dit zien. Dat is even een tijdje geleden. Dat is wel hoog verschil, ja. Zo massa water. De zon is shining a little bit. Ik weet niet of we het kunnen zien zo, maar al die regen zo. Ja, zo mooi. Maar wel nat. Niet koud gelukkig. Blijven lopen. Hey maat. Nee, geen zin. Hè? Ja. Dit is heel vet, hé. Dit is wel echt een hoog randje. Tarpie van links naar rechts. Wat kan ik hiermee? Zo, zijn we toch wel aardig bovenaan de top geraakt voor de derde keer vandaag. Van daar naar daar. Naar hier. Daarheen. En daar gaan we echt ons kamp op zetten, want het is al iets later. Geen idee hoe laat het is. Maar kwart voor vijf. We lopen al vanaf een uurtje of 10. En weer door het volgende hekje. Dat is nummer 300 denk ik inmiddels. Het is wel wind op een bosje. Leer. Hoe had je het gevonden? Het is ander bos dan we gisteren hadden. Er zitten wel wat droge takken bij. Ik loop zo nog een keer terug daarheen. Er staan een paar dode stronken in de grond. Zie je, boep, zag ik af. Ik heb er eentje omgeduwd. Maar het is waar om mee te nemen. Alles is zeiknat, dus we moeten heel heel klein beginnen. Maar het komt goed. Dat was het kutje. Het kost dik een uur om het vuur goed aan te krijgen, maar het is gelukt. We hebben een dode boom omgezaagd. Maarten is hem aan het kortstukken. Maarten heeft de hele kappel opgebouwd. Dus we zitten hier nu lekker even warm worden bij het kampvuur. Hier gaan we de tweede nacht overnachten. En we hebben echt alleen maar regen gehad. We zijn verzopen kippen. Nou, echt minutenlang onder water houden ze nat dat we zijn. Op zich aardig doorgelopen, lekker warm gebleven. We konden een kopje koffie halen ergens tussendoor. Een paar donuts, wat dan ook, chocolaatjes. Houdt ons toch wel even lekker op de been. Mooi kampvuurtje nu. Mooi blokjes hout. Dus we gaan even verder het kamp opbouwen, want ja, dan zit ik hier ook maar met de camera, maar dat is natuurlijk van het spelen. Dus ik ga de boys even helpen en dan tot zo. Nu maar kamp. Dat dacht ik wel. En het regent nog steeds. We zitten wel droog en we hebben gelukkig vuur. Het scheelt echt al een hele hoop ellende. Het is een van de... Nou, lekker kampvuurtje hoor, het begint donker te worden. Gaat toch houden hè, in het bos. Maar we hebben gelukkig vuur. Het scheelt echt de hele wereld. In deze kou. Gelijke motivatie aan. Ja, ik heb er weer zin in hoor. Kijk. Ik was er even helemaal klaar mee. Ik ben volgens mij 3 keer dood gegaan onderweg. Maar
gaan we zijn drie keer omhoog lopen, dus dat kan wel kloppen. Precies. Nou, we hebben vandaag wel een mooie afstand gelopen. Zeker. We mogen trots. Drie toppen gepakt. Twee ja, toppen, maar twee die tieten hebben we ook nog even meegenomen. En we zitten nu vandaag zitten we hier op korte afstand van morgen. Dus we zijn al op drie kwart op de hoogte. Dat is helemaal top, mensen. We gaan even lekker een beetje warm worden. Noedelsoepje, kopje thee. En dan hebben we straks nog wat te eten, maar we hebben even wat kooltjes voor nodig. Ja, maar niet heel veel hoor. Maar voor de rest nog steeds duimpje omhoog, mensen. Echt fantastisch. Yes, is genieten. Is het kamp. Het is moeilijk te zien, maar Tim liggen we daar, Maarten ligt hier, ik lig weer aan die kant. En we liggen aan de steen die kant, tarpje erop. Genoeg hout. En natuurlijk gewoon een vuilniszak waar je vuilnis in kan gooien. Ja, die rits op en dan de rits vol. Maakt ook een beetje van de wind af. Anders moet je toch weer afzakken. Mooi boompie. Lekker boompie, pik. Neerhalen. Doen we. Zo'n flinke boom hoor. Het is echt een flinke boom. Hier. Even naar de zijkant duwen. Hij kan nou ook onderkant op. Oh! Challenge accepted. 1, 2. Oh, ik heb hem op mijn schouder. Zo, dit is lekker hé. Alles droger, de schoentjes staan daar. Handschoentjes, tip, broekie. De stoom komt er vanaf. Dames en heren, we hebben zojuist de koe geslacht. Hier ligt het hele koe. Lekker lappie vlees hoor. Wat heb je gehaald? Een ribeye. Met bot. Met bot. Lekker Maarten. 1,2 kilo's. 1,2 kilo's. Kijk, zo doen ze dat in Engeland. Zie ik dat nou goed? Liggen daar nou gewoon drie paprika's? Paprika! Paprika! Een lekker geluidje. Nu al genieten. Dat is een stuk, dat is niet normaal. Mijn telefoon wordt af, maar... Dit wordt gewoon een opgevoel hoor, zo meteen. Ja. Dit wordt lekker stukje vlees uit mijn hele leven. Komen we in de buurt. Op je beeldscherm, beste mensen. Oh. Lekker. Oh.
Dus jullie begrijpen wel wat wij gaan doen. We trekken dat hele stukje vlees eventjes uit elkaar. Lekker zo. Alles is nat. De plassen liggen in de tent. Maar het maakt nou niet meer uit. We hebben eten. We hebben heel lekker eten. Heel lekker, ja. Nice boys. Stop met filmen, amers. Eten. Doei. Hey. Dit is een perfecte timing. Zo, ik ben er vast lekker gaan liggen. Oh, je ziet echt, ik stoom. Alles is nat. Ik kan mijn ogen ineens open houden door de rook. Ik kan maar lekker zo tegen jullie praten. Wat een dag weer, mensen. Tijd om even lekker tukken te doen. Zij regelen het kampvuur eventjes. En ik ga vast in liggen. Wat rusten. Ik zie jullie morgen. Laten we het kamp weer netjes achter. Tas om. En het is droog, eindelijk. Yes. Dus we gaan nu... je raadt het al. Weer naar boven. Dus ik ga het heel kort houden. Ik zie jullie boven. Doei. Het was ergens. Yes. We hebben de top weer gehaald. En dit is wel een mooie top. Want hier kan je zien waar we overal geweest zijn. Niet eventjes de tijd om even met de drone te vliegen. Dus ik ga even een paar mooie shots geven. Daar komen ze hoor. 3, 2, 1. Lekker jongens, dan hebben we de laatste dag bijna gehad. Kilometer moeten we nog? 15? Jullie horen het, we moeten gaan. Anders kom ik er nooit. Maar geweldig, echt waar nog steeds. Dus we gaan een stukje lopen. Drie dagen lopen en we zien er zo uit. Ah! Gisteren, we hebben gewoon 24 uur regen gehad. 24 uur regen, mensen. Niet normaal. Ah, mooi fotootje.
Het landschap is serieus fantastisch. Het wisselt echt met iedere heuvel, berg. En het meer daar, dat is het reservoir voor het drinkwater. Dus de dam die we er gisteren zagen, dat houdt het allemaal tegen. Hé. En er wordt gefilterd en dan pompen ze het zo je huis in. Ja, mooi hè. Daar is een dam, daar zijn we helemaal langs gelopen. Het is nu een beetje moeilijk te zien, maar volgens mij stonden we de eerste dag daar op de berg. Hier achter op de berg zijn die twee tieten. Dan zijn we helemaal aan de overkant van het riviertje hier zo. Van het reservoir zijn we daar langs gelopen. Voorbij het eerste dam. Daar om de bocht zit de hoofddam. Waar we overheen zijn gelopen, zijn we helemaal via deze kant. Hebben we daar weer gekampeerd. Zijn we nu hier. Dus hebben we eigenlijk... hebben we gewoon het hele meer rondgelopen. Dus ik ben wel benieuwd eigenlijk hoeveel kilometers we hebben gestapt. In deze ruwe natuur. Dus dat krijgen jullie natuurlijk ook nog te zien. Ik heb gewoon een biertje besteld, jongens. Ik en Pils. Kan je vertellen, dat is lang geleden. Jongens. Maar we hebben de bewoonde wereld gehaald. Trots op jullie, jongens. Ja, echt trots op jullie. Cheers. Het is echt lang geleden dat ik bier op heb. 2017 voor het laatst. Ja. Ah, best lekker eigenlijk. Oh. Zo, de laatste meters. Dan zijn we weer in hoop. Daar zijn we begonnen ook. En dan pakken we weer de trein terug naar Sheffield. En vanaf daar pakken we de bus terug naar Londen. En dan doen we nog een avondje chillen bij Maarten thuis. En dan vliegen wij morgen weer naar huis, Tim en ik. Maarten blijft hier, die woont hier. Mooi hoor. Ik vind het super vet. Ik loop wel steeds een beetje achteraan, maar ja. Ja, ik moet ook een beetje met jullie blijven communiceren. Trouwens, 182 abonnees zag ik. Dank jullie wel daarvoor. Dus ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Abonneer hier beneden eventjes. Helemaal gratis. Volgende week om 10 uur. Nou, niet om 10 uur misschien, maar op zondag weer een nieuwe video. Dus mis niks. En like sowieso de video. Hè? Alle blauwe duimpjes omhoog. Hartstikke bedankt. En we lopen het laatste stukje. En dan zien we jullie daar weer. Also links 1, 2, links. Nee, links, rechts. Oh ja. Dit is genieten. Dus als het water hoog staat in het meer, dan stort het hier dan woep, erin. En dan komt het misschien daaruit. Maar ik heb geen idee. Maar vet. Cool gedaan. We zitten lekker te vissen. Dit is de andere kant van de dam. Windhill. Ja, daar zaten we 2 dagen geleden. Fantastisch. Hey, dagboek. Is dat nog mee? Hey. Ja, dag! Ja, beste mensen. Ik ga hier de video afsluiten, want we lopen gewoon weer in Londen. We hebben net 4 uur in de bus gezeten. En willen jullie nog wat zeggen tegen YouTube?
Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Top. En alle blauwe duimpjes omhoog. Hey! En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Helemaal gratis. Volgende week zondag 10 uur een nieuwe video. Bedankt mensen. Hoi.